Wat mij drijft is het bouwen aan een samenleving waarin de mensen krachtig, gelukkig en compassievol zijn. En ik ben ervan overtuigd dat je zo'n samenleving kan creëren door al op jonge leeftijd met kinderen en jongeren daarmee aan de slag te gaan. Wij doen dit door middel van een hele schoolbenadering waarbij je dus eerst de leerkrachten en de leidinggevende traint. In vaardigheden, eigenschappen en strategieën waarvan we weten uit de wetenschap dat die veerkracht bevorderen. En dan gaat ze het eerst op zichzelf toepassen en van daaruit gaan zij het verweven met de lesstof en doorgeven aan de leerlingen. We zijn dus eerst met onszelf begonnen, dat we ook zien als team dat we heel erg bezig zijn om te kijken ook naar elkaars kwaliteiten. En omdat we zo daarmee bezig zijn, ben je daar ook heel erg in de klas mee bezig. Leerveerkrachten is echt wel bijzonderder dan andere projecten of dingen die we gedaan hebben. Omdat het meer is dan alleen maar een kunstje wat je ernaast doet. Wat misschien ook weer na een paar jaar weer verdwijnt. Maar dit is wel echt iets wat je bij je rekenles en bij je taalles en bij al je lessen kan gebruiken. En ik denk ook op een basisschool, daar leg je de basis voor een kind. En niet alleen op rekenen en taal, maar ook in, lukt het jou als je het weer moeilijk hebt gehad om weer op te staan? Lukt het jou om bij jezelf te zien waar je goed in bent? En kan je dat bij anderen ook zien? Ik vind het ten eerste een manier om goed voor je leerkrachten te zorgen. En ik vind het heel mooi als je ook leerkrachten in eerste instantie in dat eerste jaar de tools mee kan geven. Van, joh, hoe kan ik hier nou mee omgaan? Hoe kan ik omgaan met alles wat op me afkomt in het onderwijs tegenwoordig, wat er van mij gevraagd wordt? Doordat iedereen eigenlijk opgeleid wordt, gaat het een beetje in het DNA uiteindelijk van de school zitten. Ik denk als je dat kan bereiken, dat de school dit gaat ademen, deze manier van aanpak, dan maakt het niet uit waar je in de school staat, omdat iedereen wel daar iets van meekrijgt. En we zijn vaak in het onderwijs wel heel goed om allerlei hele mooie dingen voor kinderen te bedenken. Maar vooral omdat het ook gaat over het welbevinden van leerkrachten. En hoe kunnen we dat ook vergroten? Om dat als vertrekpunt te nemen, dat vind ik eigenlijk wel een van de mooiste dingen vanuit het traject. Je wordt er zelf zo langzamerhand ook wel zelf iets gelukkiger van. En dat zien we terug bij kinderen en bij collega's en ook bij onszelf. We zien dat ouders ook vooral heel enthousiast zijn en je ze daadwerkelijk ook mee kunt nemen. En ouders daar zelf ook heel bewust van worden, ja, wat dat allemaal wel niet met je kan doen, welbevinden vergroten.